Tijdens de wekelijkse clubbijeenkomst van de Rotary Club in Tiel zijn er cheques uitgedeeld aan 5 regionale goede doelen. De volgende organisaties konden rekenen op hun steun. Stichting Tiel Centrum XL, voor tuintjes in het centrum van Tiel. Stichting Vrienden van Kooilust, voor de dagbestedingsplek in Wamel voor mensen met een fysieke en mentale beperking. De Stichting Leergeld, financiële en materiële ondersteuning van kinderen op educatief vlak. En het Parkinson Café Rivierenland, ontmoetingsplek voor patiënten met Parkinson en hun naasten. En de musical Liefde in de Betuwe, een musical die zich afspeelt in de Betuwe. Vanavond hebben we de gelden die wij in de loop van het jaar hebben opgehaald voor de goede doelen hebben vanavond uitgereikt. En een vijftal instanties zijn daarvoor uitgenodigd en verkozen en die hebben vanavond de cheque overhandigd gekregen. Naast deze goede doelen is de Rotary Club Tiel ook steeds een van de grote sponsors van het Toon Hermanshuis in Tiel.